Dames en heren, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, ga ik u vragen om naar voren te komen. Zodat u lekker knus en intiem deel gaat uitmaken van de openingsceremonie van Alphenstad FM TV Serious Request 2010. Nou, ik zie al wat mensen achterin staan, maar langzaam zeker komt het deze kant op. Ik ga u hartelijk welkom heten. En ik wil applaus. Waar is hij gebleven? Onze DJ Roderick. Waar is die? Nou goed, dan krijgt hij zijn applausje straks. We gaan beginnen met de openingsceremonie van Alphenstad FM Serious Request 2010. We hebben vier gasten hebben daarvoor uitgenodigd. En ik ga vragen of ze, pas op, het is een heel glad trapje, om naar boven te komen. En nou, u ziet verscheiden, dat is, en u geeft ze een, alsjeblieft een hartelijk applaus. Tjeerd Hoekstra, wethouder, Alfa aan de Rijn. Douwe de Jong, voorzitter van Alphenstad FM TV. Siep de Haan, hij is algemeen directeur van Hoogvliet. En dat is de hoofdsponsor van dit evenement. En last but not least is dat John Kroes. En hij is de notaris. Hij gaat ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt. Goed, nou, wij hebben net een rondleiding gehad. Wat is je impressie? Wat heb je gezien vandaag? Nou, ik zie vooral dat er enorm veel werk is verzet om in die paar dagen dat jullie de tijd hebben gehad het glazenhuis op te bouwen. Daar komt natuurlijk enorm veel techniek bij kijken. Dat vind ik heel knap. Ik heb gehoord dat het zo'n 30 vrijwilligers zijn. En dat wil ik echt even met een applausje ondersteunen voor de vrijwilligers. Nou, namens al die vrijwilligers hartelijk dank. We doen het overigens met liefde en plezier. Ik wil even beginnen met onze voorzitter, meneer Douwe de Jong. Een paar weken geleden kwam het idee op om als lokale omroep het landelijke evenement te ondersteunen. Waarom doet Alphenstad FM TV dit nu eigenlijk? Nou, ik had kunnen zeggen dat vandaag het voetballen is afgelast. En, ja, je moet dan toch wat doen. Maar, nee, maar het is duidelijk dat wij vinden als organisatie die midden in, zeg maar, in het hart van de gemeenschap van Alphen aan de Rijn zich beweegt met onze radio, televisie, website enzovoort. En dat we dus moeten communiceren met de burgers. En dat is wat we hier vanavond ook doen. En met het Serious Quest zeker. Omdat het voor het goede doel is. En dat het uitstekend past bij onze vrijwilligersorganisatie. Zoals ook 3FM het landelijk doet. Oké, dankjewel. Nou, je kijkt nu naar een podium. Het is nog een heel klein podium. Het is een heel bescheiden podium. Het heeft alles te maken met het feit dat we vandaag hier een grote markt hadden. En die moet afbreken, die moet je eens opbouwen. Dus morgenochtend om 6:00, dan gaan we hier aan de slag met het bouwen van het echte podium. En dat is een heel belangrijk podium. Want daar gaat de komende week het nodige gebeuren. We hebben elke avond hebben van 7:00 tot 11:00 een zeer aantrekkelijk podiumprogramma met zowel landelijk als regionaal bekende artiesten. En dat podium was echt niet mogelijk geweest zonder de hoofdsponsor van dit evenement. En dat is winkelketen Hoogvliet. Nou, hier naast mij staat applausje waard, absoluut. Naast mij staat Siep de Haan, algemeen directeur van supermarktketen Hoogvliet. Daarboven hangt al een prachtig spandoek. En we horen al 2 dagen lang mensen die voorbij komen die zeggen van, oh, er komt hier ook een Hoogvliet, er komt hier ook een Hoogvliet. Nou, de markt geeft de ruimte nog in Alphen, dus wat mij betreft zou dat wel kunnen. Alhoewel het wel een wat klein pand is, moet ik zeggen. Dus we zullen er nog wel wat pandjes bij moeten kopen dan links en rechts van dit pand. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is van deze week. Ja, we hebben ook gemerkt dat het logistiek gezien niet de beste locatie is. Goed. Waar ik benieuwd naar ben is, we hebben op een gegeven moment contact gezocht met jullie en gevraagd, goh, wij gaan die doen, alleen we hebben gewoon echt een hoofdsponsor nodig die ons helpt om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Jullie hebben er ja tegen gezegd. En ja betekent echt een zeer genereus bedrag, mag ik wel zeggen. Waarom heeft Hoogvliet daarvoor gekozen? Nou, iedere Alphenaar die kent Hoogvliet natuurlijk als een grote supermarktorganisatie in de provincie in het Groene Hart. En als je een grote organisatie bent, heb je ook een grote verantwoordelijkheid, vinden wij. Het is ook zo dat iedere Alphenaar Hoogvliet ook kent als een kindvriendelijke supermarktorganisatie. En wat is er nou beter dan op deze manier verantwoordelijkheid te tonen door te doneren kansarme kinderen die besmet zijn met HIV of anderszins vanuit de ouders daarmee in aanraking zijn geraakt. Dus wij vinden dat wij in ieder geval in al van ons moeten laten horen, maar ons ook moeten laten zien en dat daadwerkelijk moeten laten tonen en blijken. En dat hebben we bij deze ook gedaan. Nou, namens alle artiesten en het publiek wat van de week enorm gaat genieten van wat hier gaat gebeuren, hartelijk dank.
Goed, wil ik nog even terug naar de wethouder. Want dit soort acties is natuurlijk fantastisch. Maar vaak zie je dat aan het eind van de rit de gemeente er nog een schepje bovenop doet. Wat mogen wij van de gemeente Alphen aan de Rijn verwachten deze week? Nou, helaas niet dat schepje er bovenop aan het eind. We hebben wel het schepje er bovenop gedaan aan het begin. We hebben ook een kleine bijdrage gedaan en natuurlijk een aantal faciliteiten. Maar net zoals landelijk de regering al heeft gezegd, we gaan het niet verdubbelen, heeft ook de Alphense gemeente helaas die ruimte niet op dit moment. En gaan we het dus niet verdubbelen. Ik ga u toch een overweging geven als aanstaande vrijdag burgemeester Wim de Gelder de DJ's weer uit het huis haalt. En dat we hier op een spectaculaire wijze de eindstand bekend gaan maken. Zou het toch heel geweldig zijn als gemeente Alphen aan de Rijn toch nog een gaatje heeft kunnen vinden. Ik kan me dat idee voorstellen. We gaan kijken. Wie zoekt zal vinden, zeggen ze dan. Goed. Kijk, onze hoofdspons heeft er nog wel een idee over, dus dat gaan we zo meteen wel eens eventjes bespreken. Goed, nou, we hebben het over geldstromen, heel belangrijk. En wij van Alphenstad FM TV vinden het heel belangrijk dat die geldstromen, dat iedereen weet, dat iedere euro die of doorgebeld wordt, of middels automatische incasso wordt geregeld, of door die brievenbus gaat, dat het wel goed terechtkomt. En dus hebben wij de notaris gevraagd om daar toezicht op te verlenen. Notaris, hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u nou ons beloven dat dat geld ook daadwerkelijk daar terecht komt waar het thuis hoort? Ik wil eerst even terugkomen op de politiek verhulde toezegging van Tjeerd. Want u weet, politici zijn altijd erg voorzichtig, maar ik hoorde hier duidelijk een toezegging in. En toen hoorde ik Siep de Haan zeggen, daar heb ik ook nogal een idee over. Dat is een dubbele toezegging. En dan roep ik natuurlijk als notaris Waal van Akte. Dus heren, onder Ede heeft u al een toezegging gedaan. Dus dat zit wel goed vrijdag. Applaus voor onze notaris, jawel. We hebben ook 3 sponsoren, hoor ik. Ja. We blijven nog een uurtje staan, dan gaan we zaken doen. Maar even serieus, hoe gaat u nou zorgen dat iedereen weet dat als er geld gestort of geld genomineerd wordt, dat het ook zeg maar, volgens de juiste procedures verloopt? Wij zijn altijd erg geënt en zichthebbend op strijkstokken. Ik ben net binnen geweest, die heb ik daar niet ontdekt. Wat daar staat is een hele grote kluis, die is vergrendeld. Daar zit een code op die ik alleen weet. En ter voorkoming van ongenode gasten en snode luiden die denken, we gaan af en toe eens hier eens een keer kijken of we die kluis kunnen kraken, dan moet ik ze al bij voorbaat teleurstellen. Op onregelmatige tijden zal ik onder begeleiding van 2 stoere bewakers, daar heb ik net kennis mee gemaakt en ik voel me al een stuk veiliger vanavond, zullen wij regelmatig de kluis legen. En die wordt geteld door ons team. En het wordt afgestort op een rekening, een geblokkeerde rekening bij het notariskantoor. En het eind van de week zullen wij dan ook het eindbedrag aan jullie doorgeven en laten weten hoeveel er in ieder geval contant gestort is. Daarnaast houden wij toezicht op de girale en de bancaire betalingen. Dus er blijft ook niets aan de strijkstok hangen. En wat dat betreft komt het allemaal goed. Goed zo, dank u wel. Nou, u bent heel belangrijk. Laten we daar, maar er zijn mensen die zijn nog veel belangrijker dan u bent. Dat zijn namelijk de 4 DJ's. En die ga ik vragen om nu op het podium te komen. Nou, daar komen ze. Wesley Hoek, Michel Lafaye, Danny de Bruin en Kevin van Arnhem. Kevin, doe je jas even uit. Dat staat wel zo charmant. Goed, jullie gaan zo meteen ingesloten worden in het glazen huis. Kom even lekker naar voren staan, dat iedereen jullie goed kan zien. Wat gaat dat nou betekenen? Waarom heb je überhaupt aangemeld? Omdat ik sowieso een heel groot fan ben van Serious Request. Alleen dan 3FM-actie natuurlijk. En dan om dit dan nog eens een keer met je eigen omroep te doen en ook nog eens een keer voor het goede doel, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Wat gaat nou het zwaarst worden, Michel, denk je? Ja, niet naar buiten kunnen. Ik vind het wel lekker hier eigenlijk, dus nee, we mogen 6 dagen naar binnen en niet naar buiten. En dat vind je heel zwaar? Nou, dat gaan we zien. Er zijn mensen die al veel langer dan 6 dagen niet naar buiten mogen, dus hou dat weer in je achterhoofd. Wat gaat nou het allerleukst worden, Kevin? Het allerleukste is dat ik hoop dat er heel veel animo op de activiteiten zowel overdag als 's avonds hierop afkomen. Dat hoop ik. Oké, en Danny, heb jij nog wat aan toe te voegen? Ja, vrij weinig. Ik hoop gewoon dat het echt een hele gezellige week gaat worden hier. Ja, en daar is maar 1 groep mensen wat daar een medewerking aan kan lenen. En dat is namelijk de bevolking van Alphen aan de Rijn. Nu zijn we nog maar met een heel klein aantal mensen. Maar als u zo meteen naar huis gaat, of als u morgen uw buren vertelt wat hier deze komende week gaat gebeuren. Het is allemaal terug te vinden op de website seriousrequest.alphenstadfm.nl. Dus seriousrequest.alphenstadfm.nl. Daar staat alles vermeld. En vanaf 1 uur elke dag hebben we hier een schitterend middagprogramma. Gevolgd door een optreden van Alphens Corps.
morgen rond een uur of 5, 6. En om 7 uur dan gaan we hier met het grote podium knallen. Want dan gaan we echt muziek. Goed, ik kijk op mijn klok. Volgens mij ben ik al over mijn tijd heen. Nee, valt nog reuze mee. Dus ik stel voor dat we die kant op gaan. Maar u wilt nog wat zeggen, volgens mij. Ik heb nog een suggestie namelijk. Want er is een doelstelling, heb ik begrepen. Om toch een gigantisch bedrag deze week in te zamelen. En ik zou alle inwoners van Alphen willen oproepen om de komende week bij onze supermarkten de boodschappen te doen. En de 10% die u dan bespaart, die kunt u doneren aan deze geweldige actie. Daarmee helpen we ook een beetje mijn linkerbuurman. En als we dat met elkaar gaan doen, dan zouden we de notaris kunnen vragen om dat bedrag te gaan verdubbelen. En ik denk dat we de landelijke actie dan gaan overtreffen. Dus bij deze graag uw medewerking. Doe vooral uw boodschappen bij de Hoogvliet. Goed. Zijn we er klaar voor? Ja? Dan gaan wij langzaam maar zeker naar het Glazen Huis. Waar we de wethouder Tjeerd Hoekstra gaan vragen om de sleutel om te draaien. Zodat de wethouder de sleutel in het slot kan steken. Kevin van Arnhem, Michel Lafaye, Wesley Hoek en Danny de Bruin zijn de 4 DJ's die 6 dagen lang worden opgesloten om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel, kinderen met HIV. Worden alle activiteiten die hier plaatsvinden 6 dagen lang live uitgezonden op Alphenstad FM Radio en Alphenstad TV. Dus u kunt ook vanuit uw luie stoel luisteren, kijken en alles volgen wat hier gebeurt in het Glazenhuis. En op de website alphenstadfm.nl, daar is alles terug te vinden over wat hier gebeurt. Goed, als alle persmomenten dan zijn geweest, dan ga ik nu vragen of alle persfotografen het Glazen Huis willen verlaten. Het Algemeen Dagblad wil ook nog een plaatje schieten. Officiële moment aangekomen. Wethouder Tjeerd Hoekstra. Met de belofte dat u volgende week nog goed nadenkt over de mogelijkheden van de gemeente Alphen aan den Rijn, ga ik u vragen om nu officieel het Glazen Huis te sluiten. Gaat u gang. Thank you.
Dan gaan we de notaris vragen om even te checken of de deur daadwerkelijk gesloten is. Oh, dan is er nog ineens een handvat aan. Dus. Dames en heren, Alphenstad FM TV Series Request 2010 is officieel begonnen. En zoals gezegd, doelstelling is het binnenhalen van zoveel mogelijk geld voor het goede doel. Kinderen met HIV. En ik ga toch onze gasten van het podium vragen of ze bereid zijn de eerste financiële donatie te doen. Ik ben ervan overtuigd dat u van de week nog een keer terugkomt om dan nog een schepje bovenop te doen. Maar dan is de eerste opbrengst is binnen. Er is hier een geweldige brievenbus. Daar komen de eerste donaties voor Alphenstad FM Series Request. Ik zie €50. Jawel. Dank u wel, meneer Hoekstra. Dan gaan we naar de notaris. Ik zie €50. Dank u wel. Dan gaan we naar Siep de Haan, hoofdsponsor van supermarktketen Hoofdvliet. €50. Dank u bijzonder beleefd. En last but not least, Douwe de Jong, voorzitter van Alphenstad FM TV. €50, dank u wel. Mogen dit goede voorbeeld veel gevolgd worden. Ik wens u heel veel plezier tijdens Alphenstad FM Series Request 2010. De officiële opening van Alphenstad FM TV Serious Request is afgelopen. De vier DJ's zitten 6 dagen lang opgesloten in het glazen huis op het Thorbeckeplein. Zij gaan daar zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor het goede doel, voor het Rode Kruis. En daar hebben ze jullie bij nodig. Kom in actie, kom geld doneren hier, bel ons, sms ons. Kijk op de website seriousrequest.alphenstadfm.nl hoe jij mee kunt helpen. Dankjewel!